deze editie van de Knotsgekkenkampioenschappen gaan we naar Bekkum. En dat is in de buurt van Hengelo en Aaksbergen. En daar hebben ze fantastische Pinksterfeesten. En sinds 6 jaar ook een uniek motorconcept voor wat betreft Nederland. En dat is overgewaaid uit Amerika, MX Airtime. Vliegen door de lucht, waar we zo meer van gaan zien. Dit is Jan Splithoff, die uiteindelijk alles klaarmaakt om straks mee te gaan doen. En tegelijkertijd worden de Pinksterfeesten, de mooie Pinksterfeesten in Bekkum geopend. Daar heeft Splithoff nog even maling aan, want hij moet naar de rijdersbriefing, waar de coureurs worden bijgepraat over het parcours. Van de rijders graag even naar voren toe voor de rijdersbriefing van MX Airtime 2024. En dan gaan we zo langzaam beginnen. So guys, thank you for being here. Welcome to MX Airtime 2024. Een internationaal deelnemersveld met motorrijders uit Frankrijk, Spanje, Duitsland en België. Jan Splithoff is een van de kanshebbers en neemt ons mee op het parcours. En hier hebben we dan de starthokjes waar je naast elkaar staat. Dan rij je vanaf de achterkant in en dan hebben ze hier roosters liggen waar je op start. Dus dit starthek dat valt en dan ga je hier van start met z'n tweeën naast elkaar. En de paaltjes in het midden is het enige wat de baan aangeeft. Dus iemand pakt de rechterkant, iemand pakt de linkerkant en daar houdt het mee op. Ja, het ligt er hartstikke mooi bij. Het is een beetje begroeid, dus grip hebben we genoeg. En ik moet zeggen, nu de baan zo vrij hetzelfde oogt als dat het vorig jaar was, weet ik de meeste dingen ook nog wel redelijk uit het geheugen hoe het is qua springen. Dit is nu het derde jaar dat deze bult er bijvoorbeeld in ligt. En het eerste jaar was er eigenlijk zo goed als niemand die dit daar overheen sprong. En vorig jaar sprong al iedereen dat. Maar het is gewoon één iemand moet het doen en dan volgt de rest wel. Dit is wel een van de meest risicovolle bulten en daardoor ook het spannendste. Wat ook wel voor spektakel zorgt. Het is een mooie bult op dit parcours. Je ziet hier aan de binnenkant van de baan hebben ze een bultje neergelegd. Dat komt, hier zit er een bocht in de baan en eigenlijk wil je de baan identiek hebben voor de linker en de rechterkant van de baan. En omdat je natuurlijk buitenom meer meters moet maken, heb je eigenlijk nadeel van de buitenbaan. Daarom is hier aan de binnenkant een bultje gelegd om te zorgen dat de snelheid aan de binnenkant eruit ligt. Zodat je eigenlijk in theorie gelijkertijd de bocht uitkomt. De greenkeepers in Bekkum hebben grof geschud om de baan optimaal te prepareren voor de wedstrijden. Maar voordat die beginnen is het eerst tijd voor de vrije trainingen. Want het parcours is zeker niet gemakkelijk voor de deelnemers en ook niet voor Splithoff. Je kan hier niet zomaar aan deelnemen. Als je hier aan deel wil nemen, dan moet je toch wel enige motorbeheersing hebben. Als je een normale crossbaan hebt, dan heb je een bult wat een beetje een soort tafelberg is vaak. En dan spring je van de ene naar de andere kant, maar als je tekort komt, gebeurt er niks. En hier zijn het allemaal losse bulten, waar je zelf eigenlijk je ritme in kan kiezen. Maar als je dan niet goed kan inschatten waar je landt, dan worden dat best wel catastrofale sprongen. Dus daar moet je wel enige beheersing voor hebben. Het is het doel eigenlijk om zo laag mogelijk te blijven over de bulten. Dus het is echt een oefening om een beetje als het BMX'en door de bulten heen te drukken. Je haalt eigenlijk alle kracht uit je armen en je benen, waardoor je zorgt dat je als je een bult hebt, dan wil je niet recht de lucht in gaan. Maar dan zorg je eigenlijk dat je de motor een beetje naar voren kan drukken door de toppen van de bulten heen. En dat kan je een beetje rechtdoor doen, dan kun je ook een beetje door de motor scheef te gooien. Eigenlijk probeer je een beetje tegen de werking van de vering in te werken. Gebeurt dit vaker in Nederland, dit evenement? Nee, dit is uniek in Nederland. In Nederland is het enige straight rhythm wedstrijd, om het zo maar even te noemen, die er is. Ga jij vandaag een podiumplek halen? Dat zullen we straks zien. Ik heb wel goede hoop. Het was nog moeizaam. Ik had wat problemen met de voorrem. Die ga ik nu even uitwisselen van een andere motor, want die zijn hetzelfde. Maar daardoor durfde ik eigenlijk de grote bult achteraan niet te springen, omdat ik het op mijn remmoment niet voor elkaar kreeg. Dus had ik iets te veel sneller als ik erin kwam. Dus daardoor was het eigenlijk het hele baantje rond een beetje onwennig. Ik ben vaak ook wel op mezelf aangewezen, maar dat vind ik ook niet erg. Af en toe is het ook wel fijn om te weten wat er aan je motor gebeurd is, dat je het vertrouwen hebt in het materiaal omdat je er gewoon zelf aan hebt gezeten. En dan kun je ook niet meer anders de schuld geven. Dus. Aldus Jan Splithoff uit Borculo, 24 jaar, al 20 jaar actief in de motorsport. En natuurlijk ook met zijn motor. Thuis prepareert hij de motoren zelf. Hoe oud was jij toen je voor het eerst op een motor stapte? Eigenlijk is dat pas sinds mijn 13e, 14e echt gegroeid dat ik meer passie voor het crossen heb gekregen. Ook omdat het meer mijn eigen inzet ervoor was dan
alles wat me werd aangedragen, hoe dat als kind natuurlijk gebeurt. Dus, En wat doe jij dan allemaal? De nationale kampioenschappen in Nederland en af en toe wat internationale wedstrijden. Ik ben 2 keer bij een Europees kampioenschap voor alleen tweetaksen geweest. Dat was 1 keer in Tsjechië en in Letland. En af en toe zulke speciale evenementen zoals hier nu MX Airtime, de Street Rhythm. En vooral wat ik leuk vind, dus ook veel filmpjes maken voor Instagram en dat soort dingen vind ik ook leuk om te doen. Is het hobby? Het is wel hobby, ja zeker, want geld is er niet mee te verdienen. En dat zal ook niet gebeuren, dus hobby zal het ook wel blijven. Maar is het een dure hobby? Ja, ja, het is zeker een dure hobby. Je moet er wel voor leven en dingen voor laten, maar als je naar het café gaat elk weekend kun je ook wel een paar honderd euro kwijt worden. Dus, Hoe serieus ben jij? Ik vind het denk ik wel het belangrijkste in mijn leven op het moment, het crossen. Ik leef wel voor de passie, ja. Ik ben eigenlijk elk weekend aan het crossen. Meestal omdat ik wel redelijk druk ben met werk. Ik ben met werk altijd van maandag tot en met donderdag van huis. Soms kom ik eraan toe om zaterdag te trainen als ik zondags een wedstrijd heb en soms ook niet. Dus meestal zit ik eigenlijk 1 keer in de week op de motor. En dat is voor het niveau waar ik rij wel een beetje aan de weinige kant. Maar daar moeten we het mee doen. Is het een gevaarlijke sport? Ja, het kan heel gevaarlijk zijn. Maar het is ook het gevaar hoe erg je het zelf opzoekt. Wat voor een coureur ben jij? Ik zit hier met een brace en ja, ik heb vorig jaar in het ziekenhuis gelegen. Maar op zich ben ik eigenlijk een hele voorzichtige rijder en doe ik altijd wel het stapje terug. Alleen vorig jaar bij de Dutch Masters dan in Markelo heb ik een grote val gehad waardoor ik in het ziekenhuis heb gelegen. Daardoor ben ik wel nog iets rustiger geworden eigenlijk. Dus dat is nu eigenlijk nog meer dan eerder dat ik een standje terug doe af en toe. Maar over het algemeen ben ik wel een veilige rijder en is dat eigenlijk ook het enige wat ik heb gehad. Maar dat was wel gelijk heftig. Wat is jouw doel? Plezier hebben. Dat is eigenlijk het enige doel. En voor de MX Airtime hier is eigenlijk mijn doel toch wel om te winnen. Omdat ik de afgelopen 3 jaar 3 keer tweede ben geworden. Dus er moet eigenlijk wel een schepje bovenop. Normaal is 3 keer scheepsrecht, maar dat doen we niet 4 keer. Is het doel, maar het hoofddoel is gewoon om plezier te hebben. Omdat het gewoon een bijzonder evenement is waar de sfeer op 1 staat. Over sfeer gesproken, terug naar de Pinksterfeesten in Bekkum, waar ook van alles te doen is. We gaan hier zand scheppen van deze bak. In de andere bak ga je met 5 personen achter elkaar zitten. De eerste 4 zijn geblinddoekt. En dat in het kader van expeditie Norbersson, een afgeleide van expeditie Robinson. In voorbije jaren hadden ze ook in Bekkum de Highland Games tijdens de Pinksterfeesten. Maar nu dus andere activiteiten en bezigheden. Zoals het sjouwen met pijpen, het stapelen van bakstenen, het huppelen met iets tussen je benen, met een skippiebal over een hele natte baan. En wat dacht u van glijhockey? Ik ben echt heel slecht in hockey, dus dat vind ik het al snel stom. De deelnemers gaan op blote voeten, maar je kunt beter even je sokken aanhouden, iets meer grip. Ja, en voor de rest is het voor mij veel lol en weinig tactiek. Het is allemaal vrijheid en blijheid. Hè? Vrijheid, blijheid met natuurlijk ook het nodige gerstenat dat moet worden gedronken. Bier drinken is steeds wel gek, hoor. Daar niet van. Nee, ja, het is wel leuk. We zeggen altijd, sommige mensen waren afgeschrikt dat het heel zwaar was of heel sportief. En dit is juist voor iedereen die ook een biertje wil drinken of gewoon een lekkere dag wil hebben, die kan meedoen. Ja, het is uniek voor zo'n dorp. En we met elkaar en iedereen die doet ook mee, die enthousiast, die geniet van zo'n weekend. Ja, en als je dan zo'n dag als dit hebt, weer is goed. Ja, dat is perfect. Onderdeel van een heel feestweekend in Bekkum. Hoe is dat? Ik als Bekkumer heb natuurlijk al menig uren in de tent gestaan afgelopen weekend. Je gaat iets genuanceerder het weekend in natuurlijk, omdat je fit wilt zijn op de zondag. Maar we hebben gewoon als gemeenschap Bekkum een supermooi feest staan, wat we met de gemeenschap doen. Waar iedereen zijn beste beentje in voorzet. En dat is gewoon super gaaf. Wat is het prijzengeld? Het varieert. De winnaars kunnen rond de 1000 euro naar huis kunnen gaan af en toe. Ja, zeker weten. Er waren dit jaar 27 deelnemers. En dan uit welke landen? Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en België. En dan is het tijd voor het echte werk. De eerste heat van Jan Splietoff. In dit geval tegen Wesley Schepers in het rode tricot. Als ook het hemelwater de Bekkumse bulten heeft bereikt. En dan is het dus oppassen. Wel de voorsprong voor Splietoff. Wordt dus gereden in 2 heats, 1 keer aan de binnenkant en 1 keer aan de buitenkant van de baan. Om zo een gelijke strijd te hebben, maar de voorsprong is er. En de overwinning voor Jan Splietoff, die dus goed begint. En als dan de lekkere broodjes zijn gebakken
en ook de kippetjes warm zijn, is het tijd voor de volgende heat. Jan Splietoff tegen Sven Dijk. En daar heeft Splietoff het aanmerkelijk moeilijker mee. Althans, zo ziet het eruit. Maar uiteindelijk komt hij er toch prima langs. En wint hij ook deze heat, al gaat hij naar de finish nog even onderuit. En dat gebeurt tijdens de race Ivor Verbrugge. Behoorlijke crash dus in Beckham. En na de uitputtende afvalrace is het dus tijd voor de finale. Met Jan Splietoff tegen de grote favoriet en dat is Boyd van der Voorn. Uit Kerkdriel. En de man in het rood, van der Voorn, neemt dus de leiding. Maar Splietoff lijkt er even langs te komen. Het gaat erom om de motor dan uiteindelijk na zo'n bult laag te houden om snelheid te maken. Maar gaat dat ook lukken? Hier de problemen bij Splietoff, die het dan goed moet maken in de tweede manche. Hier eerst een gelijkopgaande strijd. Met dus nu aan de binnenkant van der Voorn, die hier de voorsprong neemt. En die voorsprong uiteindelijk ook niet meer weg gaat geven. En dus wordt Jan Splietoff weer tweede in het regenachtige Beckham. Jan, hoe ging die? Ja, wel een mooi dagje. Het ging naar de finale toe ook steeds beter. In de halve finale even een valpartijtje gemaakt. Toen had ik mijn koppelingshendel iets krom, die had ik gauw moeten vervangen. En bleef de koppeling slippen, dus daar verloor ik iets tijd mee in de finale. Al met al een tweede is ook een hartstikke goed resultaat. Uiteindelijk moet je ook ergens tevreden mee zijn en wel veel plezier gehad vandaag. Dus hier houdt het voor dit jaar weer bij op. Maar nog eerst even op het podium. Eerst even naar het podium, ja. De tweede plaats is gegaan in de man in Borculo, gevolgd door de RTVO's het hele weekend. Jan Splietoff, dan hebben we als winnaar van de SX2 dit jaar gestreden voor wat hij waard was, Boy van der Voorn. En zo bleef het na deze knotsgekke kampioenschappen nog lang onrustig in Beckham.